Nou jongens, we zijn eventjes naar buiten gegaan, want natuurlijk van die hele beurs krijg je heel veel stress en er moet gewoon even gerookt worden. We gaan even vragen aan mensen die aan het roken zijn waarom ze roken. Of het wel mag van hun moeder. Zijn jullie rokers? Ja. Waarom? Omdat ik verslaafd ben. Ik ook niet. Jij rookt niet, rook jij? Ik rook passief mee. Passief mee. Weet jouw moeder daarvan? Vast wel. Vast wel. En wat vindt ze daar nou van? Die heb zelf ook gerookt, dus die zal het niet interesseren. En welke game beeld jij uit vandaag? League of Legends. League of Legends? Ja, ik doe nou het karakter Jax van League of Legends. Oh ja, natuurlijk. Wie kent hem niet, hè? Wie kent hem niet? Oké, en wie ben jij vandaag de dag? Vladimir. Eigenlijk had jij Vladimir willen zijn? Ja, eigenlijk wel, ja. Hoe jaloers ben je? Zo jaloers dat ik expres zijn pak verkloot heb, want ik heb het gemaakt voor hem. Het ziet er ook echt niet uit, gast. Pik je dat hij dat zo voor je fixt? Ik heb zijn wapen bij, dus ik maak hem dadelijk af. Jij bent aan het roken, zie ik. Ja, mag dat wel als je in het leger zit? Nee, ik zit niet meer in het leger. Je zit niet meer in het leger? Nee, je hebt er wel in gezeten? Nee, onderofficier geweest. Oké, en beviel dat? Ja, dat was tof. Dat was helemaal te gek. Ja, totdat de dienstplicht eraf ging en de BBT'ers kwamen. En na de eerste twee lichtingen die man het niet meer snapte. Ja, toen werd het lastig. Weet jouw moeder dat je rookt? Friet, hoe oud denk je dat ik ben? Ik gok hem op de, nou, wat zullen we zeggen? Nou, eind 20. Ik ga op camera. Eind 20 gewoon. Ik heb goede crème. Maar oké, dat is geen antwoord op de vraag natuurlijk. Weet je moeder dat je rookt? Ja, vanaf mijn 13e. Vanaf je 13e? Ja. Jezus, wat was je er vroeg bij? Kunnen we dat knippen trouwens? Wat, het Jezus gedeelte? Ja, ook nog. Ja. Wat is de reden dat je precies op dit moment zit te roken? Maar roken is er niet, hè? Het is wel lekker. Het ruikt inderdaad anders dan tabak, merk ik al. Ja, waarom op dit moment? Gewoon relaxed, weet je wel. Lekker rondlopen tussen die mensen, een beetje staan. Weten je ouders dat je rookt? Ja. Wat vinden ze daar nou van? Leuk.